Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hierop is Ultrex, de enige echte. Inmiddels zijn we alweer een paar dagen verder. Ik heb alweer een hele tijd heb ik niet gevlogd. Ik ga boven op mijn camera staan. Dat is nou niet echt handig. In ieder geval heb ik een hele tijd niet gevlogd. De enige vlog die ik opgenomen heb is van afgelopen zaterdag. Wat heb ik zaterdag gedaan? Ik ben naar Duinrell geweest. Gezellig met Joost en met Kevin. Het is even een aankondigingsvideo eventjes. Ik zit gelijk even te kijken of dan mijn camera nog doet. Want ik ga met mijn lompe poten erop staan. Dat schiet niet op. Maar in ieder geval, dus even deze aankondigingsvideo. Morgen om 8 uur, dus zet het in je agenda. Morgen om 8 uur is er een première weer hier op It's Ultrex. En dat wordt dus de Duinrell-vlog woensdag. 8 uur, Duinrell. Dus zeker weten. Kijken, want het wordt echt een hele leuke vlog. Hij duurt ongeveer 1,5 uur, duurt hij. Maar hij is echt weer de moeite waard om naar te kijken. Ja, voor de rest heb ik even niet meer gevlogd, eventjes. Inspiratie is de laatste tijd een beetje weg. De laatste tijd niet echt veel inspiratie meer. En daarom is het dus eventjes wat minder vlogs. Die ik al van tevoren opneem. Dus deze is toevallig vandaag opgenomen. Want ik denk, ik zal toch nog even een aankondigingsvideootje maken. Dan weten jullie in ieder geval dus dat er morgen weer een hele leuke première vlog is. En ja, het is echt een hele leuke dag geweest zaterdag. We waren met z'n drieën. Normaal hebben we natuurlijk al een veel grotere groep. Maar we waren maar met z'n drietjes. Maar we hebben ons prima vermaakt, ondanks het slechte weer, want het was al ontzettend veel regen en zo. Dus, maar het mocht de pret niet drukken. Ik heb echt een ontiegelijke toffe dag heb ik gehad. Binnenkort staat er weer wat leuks op het programma. Wanneer? Dat weten we nog niet, want we moeten nog eventjes kijken. We zijn nog een beetje aan het steggelen over de datum, wanneer we gaan. Maar binnenkort komt er ook weer een andere vlog, komt er weer online. Maar laten we maar eventjes het houden bij wat er in ieder geval aankomt. De Duinrell vlog dus. Zeker weten kijken op mijn kanaal. 8 uur in première. Ik ga nog wel even een vlogje opnemen. Wat er de laatste dagen gebeurd is en zo. Niet echt hele spannende dingen. Een beetje gezeur en gezeik gehad. Maar daar ga ik nog wel even een ander vlogje over maken. Dit was even gewoon even alvast om om te laten mededelen eigenlijk. Dat er dus weer een nieuwe vlog aankomt. Ik hoop dat je morgen bent. Morgen natuurlijk in première. Kunnen we weer lekker met z'n allen. Kunnen we tegelijkertijd kijken. Kom allemaal eens een keertje, gewoon een keertje bij mijn première kijken. Het is echt ontzettend gezellig. We zitten allemaal in de chat. Je kan lekker meekletsen. We kunnen tegelijkertijd kijken we de film, kijken we. Of in ieder geval de vlog kijken we. En ik roep gewoon iedereen op om morgen dus lekker gezellig te komen kijken naar de Duinrell vlog. Ik hou het even heel kort, want anders dan moet ik weer heel lang editen en zo. En ik wil deze video snel online hebben. Dus ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, kom morgen eventjes gezellig bij de première kijken. En dan kunnen we lekker gezellig chatten. En dan praten we wel verder. En het wordt echt gewoon heel tof. Jongens, groetjes van deze kant. Abonneer eventjes. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, groetjes van deze kant, tot de volgende vlog. En dat wordt dus de Duinrell vlog. Bye bye, hoi!